Goedemiddag, Lisa. Dank je om even tijd te nemen. Alles goed? Zeker, zeker. Super. Hoe lang doe je deze functie al en wat deed je daarvoor precies? Ik werk intussen 3 jaar bij Hays als recruitment consultant en ik ben eigenlijk van de schoolbank gekomen. Dus daarvoor studeerde ik taal- en letterkunde, heb ik mijn master ingehaald en dan daarna heb ik nog besloten voor een postgraduaat HR management te gaan doen. En dan ben ik eigenlijk via een vrijwillige stage hier bij Hays terechtgekomen. Die heb ik dan ook afgerond en sindsdien ben ik blijven plakken. En waar die link om dan de stage te doen bij Hays? Ik wou eigenlijk heel graag een stage doen in recrutering, omdat ik daar wel de theorie over had geleerd. Maar ik wou toch zien hoe dat effectief in de praktijk werkte, of dat ook iets voor mij was. En ook omdat ik wist dat daar een commercieel aspect aan verbonden was. En ik wou ook echt zien of dat iets voor mij was. Oké, super. Zit nu ondertussen even bij Hays. Welk traject heb je zo al afgelegd? Ik ben begonnen als junior consultant en dan na het behalen van verschillende targets eigenlijk en doelstellingen ben ik dan senior consultant intussen geworden en sinds kort ben ik eigenlijk ook in een traject gestapt om teamleader te worden. Oké, super. En wat maakt die job voor je zo leuk? Wat dat de job voor mij vooral heel leuk maakt, is het feit dat je heel veel variëteit hebt. Er zijn echt verschillende aspecten aan verbonden, zoals zowel het heel menselijke. Je bent dagelijks bezig met kandidaten te gaan helpen aan een nieuwe job. Maar tegelijkertijd dan ook het commerciële luik, waarbij dat je klantenrelaties gaat onderhouden en verder uitbouwen ook. En dan eigenlijk ook nog een beetje ertussen het analytische, waarbij dat je een match maakt tussen je kandidaten en je klanten. Dus je krijgt eigenlijk heel veel vrijheid en verantwoordelijkheid om al die verschillende zaken eigenlijk zelf in te vullen. En dat is ook wat ik er zo fijn aan vind. Oké. En tot slot nog één vraagje. Wie zou zich moeten aangesproken voelen om een job als recruitment consultant te beginnen? Vooral mensen die daar heel sociaal, heel positief ingesteld zijn. Iemand dat er echt plezier uithaalt van mensen verder te helpen, maar ook klanten, dus ook mensen die commercieel ingesteld zijn en die dat er echt voldoening uithalen van elke dag betere resultaten te gaan nastreven, targets te gaan nastreven en mensen die dat ook een beetje die work hard, play hard mentaliteit hebben, want dat is ook wel wat we hier allemaal hebben. We werken heel veel, we hebben niet die typische 9-to-5 mentaliteit. Maar daar staat ook weer aan gekoppeld dat we echt heel graag plezier maken, samen teambuildings organiseren. Dus die mensen zitten zeker op hun plaats bij ons. Oké, super. Dankjewel voor uw tijd. Graag gedaan.